Forum voor Democratie is al sinds het begin, nog voordat we een politieke partij waren, fel gekant tegen de handelsverdragen, zoals ze eufemistisch worden genoemd, die de Europese Unie met derde landen sluit, zoals met Oekraïne, en die onze soevereiniteit ernstig inperken, die heel slecht zijn voor onze landbouw, voor onze boeren, maar die ook het investeringsklimaat in Nederland niet ten goede komen, omdat er allemaal producten op onze markt komen die geproduceerd zijn onder omstandigheden die wij in Nederland zelf niet meer aanvaardbaar achten. Bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, milieuveiligheidsomstandigheden, maar ook het gebruik van grondstoffen, bijvoorbeeld kolen of gas, die veel goedkoper zijn in andere landen, omdat die landen geen klimaatmaatregelen hebben enzovoort, zoals wij in Nederland helaas wel hebben. Daarom hebben wij ook dat referendum helpen organiseren over het associatieverdrag met Oekraïne. En nu hebben we met opnieuw zo'n soort verdrag te maken, het CETA-verdrag dat de Europese Unie met Canada wil sluiten. Het lijkt eigenlijk in heel veel opzichten op dat associatieverdrag met Oekraïne. Het heeft alleen één extra eigenschap die het nog problematischer maakt. Dat is dat het een arbitragehof in het leven roept dat besluitvorming in Nederland, democratische besluitvorming, kan overstemmen of, als wij daar niet naar luisteren, ons kan opzadelen met miljarden euro's hoge boetes. Eerder hebben we geprobeerd om een referendum over dit CETA-verdrag te houden. We hebben handtekeningen verzameld, maar natuurlijk heeft Ollongren van D66 het referendum afgeschaft. Daarom kunnen we nu geen referendum meer afdwingen, maar we kunnen wel vanuit de Kamer en ook vanuit de samenleving zoveel mogelijk oppositie organiseren. Wij zullen de komende tijd hier in de Tweede Kamer, maar ook daarbuiten, informatie met u delen over dit CETA-verdrag, dit omstreden handelsverdrag met Canada. En we hopen samen met u genoeg weerstand te organiseren in de samenleving en in de politiek om dit toch nog te kunnen tegenhouden.